Olivier Schacht, 2-1 na wat geen hoogstaande wedstrijd was, maar de kwalificatie die is binnen. Ja, we zijn heel gelukkig. Hè. We weten ook wel dat het vandaag geen topwedstrijd was. Maar als je het geheel bekijkt, de ploegen, Tottenham, Monaco, dus een heel moeilijke reeks. Dus ploegen die eigenlijk altijd Champions League willen spelen. En die zaten dan samen met ons, dus en we kunnen ons kwalificeren. Dus we zijn heel gelukkig en ja, we hebben het gedaan. Non, c'était pas extraordinaire. Je pense qu'on a été mené en 1-0. Après, on est revenu très très vite au score et on a marqué le 2-1 très très vite aussi. Je pense que voilà, aujourd'hui le plus important c'était de gagner, de se qualifier et c'est ce qu'on a fait. Krijg je natuurlijk wel die tegengoal een beetje tegen het spel in, maar dan reageren we wel heel goed denk ik. De tweede helft hebben we zeker en vast niet onze grootste match gespeeld. Maar we hebben wel de overwinning kunnen vasthouden, dus dat is wel belangrijk. Lundi, on connaît le nouveau adversaire, Man United. Pourquoi pas? J'ai entendu Liverpool aussi. C'est des bonnes affiches. Je pense qu'on veut. On veut tous jouer des matchs comme ça et c'est pour ça qu'on joue au football. C'est l'Europa League, hein. On doit être ambitieux. On doit être en Champions League. C'est toujours wel leuk om tegen Barcelona of Chelsea te spelen. Maar we spelen in de Europa League en we moeten ambitieus zijn. En we gaan er gewoon vol voor, gelijk wie we krijgen. Een zondag eerst nog een andere belangrijke match tegen Oostende. Ja, dus niet te veel veren. Hè. Oostende zit al klaar. Heel moeilijke wedstrijd. We hebben daar afgezien. We hebben daar ook verloren. Dus ja, dus we zijn er klaar voor. Oui, au stand, on a perdu là-bas et on veut absolument montrer ici qu'on est meilleur qu'eux. Et voilà, ce sera à nous de faire le jeu et de, comme aujourd'hui, mettre la mentalité.